Ja, we zitten hier in Boksmeer en wel bij een heel speciaal iets, want we zitten in het Stork Museum en we zitten hier bij Piet. Sinds mij, hè? Kijk, Piet. Ja. Oud-werknemer van Stork, denk ik. Ja, ik ben in 63 ben ik hier gekomen met de Vries. Dat was de uitvinder van het rotatieschabloon, het eindloze schabloon, laat ik het zo zeggen, het naadloze. Dat was de uitvinder en dat was mijn baas in Nijverdal. En toen hij hier naartoe ging, heeft hij gezegd, ja, ik moet jou meenemen, want ik was daar het fotografische gedeelte aan het werk altijd. Dus hij had weer iemand nodig en zodoende zijn we in 63 zijn we hier begonnen. Piet, als kind zinde herinner ik me, dan had je het gebouw van de Wierken. Ja. Als we heel lang terugkijken, ja. Dat is uiteindelijk het begin van Stork Boksmeer geweest, of niet? Dat was het begin, ja, van de Wierken. En dat was in 47 is dat geweest. En Wierken is nog heel lang eigenlijk zelfstandig geweest, hè? Heel tot lang, een aantal jaren. Tot hoe lang kan ik je niet vertellen, want dat is eigenlijk voor mijn tijd, hè? Ja, dat... waarschijnlijk kunnen we dat hier nog terugvinden. Ik dacht zo goed de jaren 60, ja. Als ik me niet herinner. Helemaal weet ik het ook niet meer. Maar toen ja, was het Stork, hè? En dat was... Eigenlijk toch, ja, qua werknemers, dan was dat heel goed voor Boksmeer, hè? Want er kwamen heel veel mensen te werken. Ja, ja, je had vanwege die ambachtsschool hier ook, had je dus gelijk al liedjeugdige opleiding. Dus die werden weer ingezet bij Stork. In de B-metaal was dat, dan kwamen ze van de ambachtsschool af en dan kwamen ze in de B-metaal. En dan kwamen ze zo verder in... In het proces bij Stork. En als ik nou zeg kippen en Stork? Ja. Dan gaan we heel lang terug, hè? Dan gaan we heel lang terug, want dat is geweest in... Kijk, ja, daar kunnen we, ja. Kunnen we wel terugvinden, die datum. Maar toen was het Stork Textiel en aan de achterkant van de hallen had je een afdeling waar de slachterijapparatuur gemaakt werd. Testen. Ja. Er stond een testopstelling van zo'n baan waar de kippen aan hingen. Nou, dat zijn toch wel leuke dingen, want dan had je wel eens, dan kwamen ze met een korf vol met kippen, levende kippen. En dan was de zaak uittesten. En dan vloog er natuurlijk wel eens een keer een kippetje door de hal. Kan ik me indenken. Gevangen worden. Wij hebben wel eens, we hadden vroeger een hond, een hele grote poedel. En die ging, ja, dat was vroeger honden liepen los, hè. Dus die kwam heel af en toe met een kippetje thuis. Ja, dus, ja, ik denk dat dat een ontsnapt kippetje ja, van Stork was. Achter, de kippen, waar zijn die uiteindelijk, de machines voor de kippen, waar zijn die uiteindelijk naartoe gegaan? De slachterijmachines, die ja. Marellis, of Stork PMT, heeft zich toen afgezonderd vandaar en is op het eigen terrein gaan zitten. Helemaal de nieuwbouw. En dat heet nu Marel? Dat heet nu Marel, maar dat was voorheen ja. MT. Ja. En ja, toen, jij zei het al, toen kwam de textieldruk naar boven toe. Ja, maar die textiel was er al eerder, hè? Ja, aan, maar... Aan de kippen. Ja, maar uiteindelijk kwam dus die speciale ja. druk, hè? Ja. Dat was, het is begonnen met een vlakdruksysteem. En daarna, toen de Vries, dat was de uitvinder van het rondschabloon. Toen hebben ze die testen gedaan op een rouleaudrukmachine in Nijverdal. En van daaruit zijn ze hier verder gaan bouwen naar een vlaksysteem. Met roterend cilinder erbovenop. Weet jij nog van in de glorietijd, laat ik het zo zeggen, hoeveel werknemers Stork had? Ik denk 1100, 1200. Ja, het was veel, hè? Ja. Groot. En toen is Schriens is apart gegaan. En dan zaten er op laatst ook een 100 of 400, 500 bij Schriens. Er waren dus een grote groep werknemers van Brabant die bij Schriens terechtkwamen. Hè? Ja, nee, dat klopt. Dat, ja. Als we nou kijken van het museum hier, we gaan dadelijk hier rondkijken. Hoe is dit ontstaan? Teuling is daar begonnen in 95, ik denk 93, 94. Hij wou eigenlijk een museum maken van een Boksmeerse bedrijven. Onder andere Schorthorst was er bij Edje nog. Om dus een groep samen te vormen tot één museum. En dat is ook niets uitgedraaid. En toen heeft hij zich verder gespecialiseerd op het gebeuren van textiel, Stork en PMT. Als nou kijkers dit zien,
is er een mogelijkheid dat ja, de gewone man uit Boxmeer het museum komt bezoeken? Altijd, elke donderdagmiddag. Iedereen is welkom. Het hoeft niet op afspraak. Ze kunnen gewoon binnenkomen. Nee, ze kunnen gewoon binnen. Als die, we hebben wel eens mensen die hier langs fietsen. Of we komen even een bak koffie drinken. Nou, dan praatje maken. Er zijn vaak oud-collega's. Maar iedereen is welkom. Maar als ze dan een groep hebben, dan is het raadzaam om eventjes contact op te nemen. Ja, kan me voorstellen. Die maakt dan een planning wanneer ze het beste uitkomt. Staat het museum ergens ook op de site? Dat jij weet? Ja, dat is wat ik je zei. Op de, als je dingen intoetst. YouTube. Google. Oh, Google, ja. Heb je Stork, als je Stork intoetst, heb je allerlei bedrijven nog van Stork die hier zitten. En dan kunnen de mensen nog kijken. Je automatisch het logootje van... Het museum. Ja, van het museum. Dat is dit, hè. Dit logo. Nou, dan gaan wij zo meteen even rondkijken. Ja. Ja, dit is een cilinder van Marel. Hier worden snacks mee gemaakt. Je hebt hier verschillende. Hier ook weer. Is allemaal waar snacks mee gemaakt worden.